gewoon aan, man. Wie gun je de promotie naar de Eredivisie het meest op Roda na van de kanshebbers? Dat is een goede vraag. Ik had maar 35% balbezit deze wedstrijd. Ja, wie gun ik het meest naar Roda? Om te promoveren. Misschien toch wel Den Bosch of zo, denk ik. Ik gun het Den Bosch ook wel. Almere City ook wel, ondanks dat ze ons vorig jaar hebben uitgeschakeld. Ik vind dat die het ook wel verdienen. Ik weet niet of ze echt kanshebber zijn of ze moeten dan een periodetitel gaan pakken, meen ik. Maar ja, veel ploegen zijn kanshebber in de Jupiler League als je voor playoffs gaat. Yo, Michael. Ah, Roda maakt sowieso ook nog wel een goede kans, hoor. Zeker weten, als hij Engels blijft bij ons, dan... zo'n man die kan gewoon wedstrijden in zijn eentje beslissen. Net zoals die Veldwijk bij Sparta. Met zo'n belangrijke wedstrijden, altijd veel spanning, dan kan hij de doorslag geven. Dus ik hoop, ja, waarschijnlijk wel, daar mogen we toch wel van uitgaan dat Roda de playoffs sowieso wel gaat halen. In ieder geval, dat hoop ik. En dan hopen we dat het balletje goed valt. Ik heb er in ieder geval heel veel vertrouwen in dat wij weer volgend jaar Eredivisie spelen. En dan mag ik ook weer Eredivisie. Dus. We moeten een beetje vertrouwen hebben in onze ploeg. Ook geen reden om paniek te zaaien. We hebben gewoon weer van Go Ahead Eagles gewonnen vorige week. Ja, dit is nou finale inderdaad, ja, dus hopen dat we wat gaan pakken eruit. Servers zijn niet verkeerd nogmaals vandaag. Gisteren ook al niet. Hopen dat het morgen al helemaal goed is. Nee, Roda heeft nog geen periode titel, man, maar... We waren wel heel dichtbij nou. En sowieso de top 8 ploegen die gaan voor play-off strijden, als ik me niet vergis. Voor promotie. Dus daar, vanuit daar kan het ook altijd gewoon nog. Ik vind Almere, ja, het stadion is misschien niet zo mooi, maar ze spelen wel echt heel goed voetbal. Volgens mij is er ook wel een club met geld, hè. Die kunnen echt wel als die promoveren gaan investeren. Petit of 86 Vieira. Moeilijke keuze, maar uiteindelijk zou ik toch voor Vieira gaan. Ik vind de kaart van Vieira niet zo mooi uitzien, omdat hij zo raar kijkt. 86 voor een icon, het ziet allemaal heel raar uit, maar hij is zo goed, uiteindelijk nog wel beter dan Petit. Maar die Prime Petit is ook heel goed. Maar ik zal voor Vieira gaan. Hij is echt goed. De lange benen van hem en zo, dat maakt gewoon verschil. Of je moet gewoon voor Baby Blank gaan en... Ja, nog ergens anders 7 ton in willen stoppen. Fernando Hierro Prime verdediger, die is ook niet slecht. Kost ook maar 7 ton of zo. Ik heb met hem gespeeld, die was echt niet verkeerd. Save just a moment or two earlier. You thought for all the world like there was going to be a
Maar die had ik al weggedaan, omdat ik het toch niet durfde zo vlak voor de weekend league. Ik had daarvoor een goed weekend gedraaid. En dan ben ik bang dat ik dan, als het niet goed gaat, dan zo iemand weer de schuld ga geven die ik net heb gekocht. Hey. En Abel, wat staat er dan? Na de remise tegen Ali Riza nog tegen hem gespeeld. Wat is een remise? Ja, ik had dus toen, het was het 8-2 van hem verloren op de PlayStation. Het seizoen daarna had ik hem wel verslagen met 3-2. Maar daarna hebben we niet meer gespeeld, nee. L1 balrol, yeah. La Croqueta. Kom Figo, jongen. Good interception. Trying to catch the other team out with a quick break here. Clever play on the ball. Nou, is de alien ball. They lead by two now. They'll fill a little bit more comfortable. Wanneer hebben we gelijk gespeeld dan ik in Ali? Nou, geloof me, jij bent eerder goed in mensen mentaal afkraken in plaats van mentaal helpen. Dus haal je die illusies maar. Illusies, hoe zeg je dat? Uit je hoofd. Want je gaat niet mijn mental coach worden, ouwe. Dat kan ik je wel vertellen. Dit is de laatste persoon op aarde. Ik zou het misschien wel even kunnen gebruiken af en toe, maar niet zo'n negatieveling hoor. Ja, man, we zijn wel noobs aan het destroyen. Illusies. Ik kwam gewoon niet op mijn woorden houden. Heb je dat ook wel eens? Illusies. Moet je maar eens zeggen. Goulashsoep. Goulashsoep. Het lukt ook niet. Soms heb je van die woorden die komen er niet uit. Ik ga je weekendleague analyseren en een rapport opmaken met de knelpunten, Tom. Nou. Doe jij lekker je ding. Ik zei net, ik doe vandaag geen pro-players, maar staat wel in de titel, hè? Als het goed is, heb ik dat gewoon veranderd uit de titel. Toch? Oh nee, inderdaad. Het staat gewoon verkeerde fout. Ja, de draft is gewonnen trouwens. Niet dat we iets gaan pakken, maar goed. Ja, of niet dat? Chic. Nou, hopen dat we iets gaan pakken, jongens. En voor eens in ons leven. Uit een draft. Mijn eerste draft ooit dit jaar was een Icon. De draft back at it again met Kutri was. Of niet dan. Boner is wel zeldzaam te geworden. Ellie, ik had liever een Walker of zo, daar was ik nog tevreden geweest. Goed, kijken of we in ieder geval Keat gaan spelen. Dit is al 5k. 5k hebben we al. Als ik Keat speel, ben ik al tevreden. 6k zullen we zeggen, hè. Moeten we nog 9k maken om Key te spelen? Ben ik eens benieuwd. Ja, geen walkout. Oh, een border. Ja, die kennen we natuurlijk. Ja, dat is geen topper. Dus
Dus heel slecht. Hebben we nog 6k nodig uit dit pakketje. Dan heb ik Kiet gespeeld. Dan kan ik al blij zijn. Geen walkout, uiteraard. Lijkt me ook niet iemand die 6k waard is. Maar, Payet weer. Nee, ik had een draft gewonnen, man. Misschien kunnen we wel nog een SPC'tje doen, zo. Maar ik denk dat we net Kiet hebben gespeeld. Met een beetje geluk. En wat conditie items, die maken het dan wel weer een beetje goed. Yo, Joran. Kagawa, is Castro zijn favoriete speler, ja of niet? Daar flipt hij altijd vanuit. En terecht, die pack gewoon echt iedere dag bijna. Hetzelfde met die andere twee hier. Die pack ik ook iedere dag. Zeker of er nog wat SBC'tjes zijn. Ik heb niet alles gedaan. Even kijken. Bale. Maar vind ik zo'n hele bijzondere. Rui Costa. Er zijn gewoon geen SBC's meer, hè? Ah, ze mogen toch wel wat meer met het spel gaan doen, vind ik. Leen Figo, ja, geloof me, die is het ook niet waard. Geen SBC's meer, man. Die interessant zijn. Ongekend. Ah, die Dumfries zag er wel heel goed uit, moet ik zeggen, man. Nee, is ook zo, Samuel. Gelijk heb je. Yo, FC Down 20-0 naar 20-3 gestopt. Helemaal niks gepakt. Pedro player pick. Mocht ik alleen haar handjes mee klappen. Dat is de beste. Ik wil graag eens Team of the Year, hoe heet die? Ronaldo hebben, man. Die heb ik nog niet mee gespeeld. Of Modric of zo. Hier kan ik ook helemaal niks meer in deze posities. Toch maar Coutinho dan. Ook niet echt wat ik zoek. Rodrigo dan maar een Spaans teampje maken. En dan krijgen we hem weer. Ah ja, die gaan we toch niet laten liggen. Die was heel goed. Goedien. Een Walker of zo zou mooi zijn voor maar niks zou hè. Oh. Stiffel eraf. Yo Robin. Oeh ja, dat is een moeilijke. Ramos of Varane. Ja, dat is eigenlijk misschien niet waard om een van hen weg te doen. Als je die twee al hebt, die zijn gewoon misschien minstens net zo goed. Maar die Hierro, ja. Of je moet er van houden om Icon te proberen. Oh, what the fuck. Hoe toevallig is dit, hè? Ik heb die speler nog... Dit is echt de toevalligste shit die ik ooit in mijn leven heb meegemaakt, man. Ik heb het over. Ik heb hem nog nooit in mijn leven in een draft gezien of gekregen. Überhaupt zie ik hem nooit op de markt voorbij komen of in packs. Ik heb het over hem en ik krijg hem. What the fuck. Het is echt rare shit weer, hè. Ik hoop dat de packelijk ook eens een beetje mee zit. What the fuck, man. Dat heb ik nooit meegemaakt. Boah, Kante. Daar word ik wel zuchtig van. Zeker. Ja, what the fuck, ouwe. Het is echt raar, man. Zulke dingen die begrijp ik echt niet. Ik heb het nu over Ronaldo. Krijg ik hem dan ook? Nee.
Ik heb wel zo'n gevoel dat ze me toch nog Team of the Year Ronaldo gaan geven deze draft. Nog nooit gehad. Maar ja, met die Hierro is al helemaal raar, want het is een speler die krijg je echt nooit uit drafts. Echt gewoon helemaal nooit. En opeens komt die. Was Ronaldo of wat? Ja, of hij linkt goed hè. Voor Kante. Of Aguero. Ja, die linkt goed voor de Bruyne. Tuurlijk. Ja, inderdaad, Bram. Ja, what the fuck, ouwe, ik snap het eigenlijk niet. Alonso, die is goed voor Kante, maar ja, die linkt niet met Kante, helaas. Ja, dat is wel jammer. Of ik moet het zo gaan doen. En dan zo. En dan hier gewoon een linksachter zoeken. Het keeper linkt ook niet. Premier League keeper. Uiteraard. Ja, toch wel. En dan een linksachter nog. Ja, we hebben hem. Die kan daar ook wel spelen. Is het ook goed? Nee. Ik wil wel Kante in 10 hebben. Baby, dat boy Messi ook nog. Zie. Ah, die wissel ik gewoon erop. 91 shooting, 91 passing. Ook wat is het probeer? Icons. Ryan Giggs, Cam Haji. Ja, Giggs heb ik nog niet mee gespeeld. Die wil ik toch wel een keer zo gaan uitproberen. Ik weet hoe Haji speelt. 2 star, 3 star, wauw. Dus die is dus stijf links. En hij kan geen skills. Ja, hij is gewoon echt slecht, maar toch wil ik hem gaan proberen. Hij is echt slecht. Maar die gaan we gewoon erop zetten. Ryan Giggs. Ah, wel eens wissel, denk ik. Premier League speler die Spaans is. Dat nog. Nope. Ah, hij linkt wel. Is ook prima. Haji. Ja, weet ik ook niet, man. Future stars of zoiets daar nodig. Het zijn spelers die in de toekomst potentie hebben om een hele goede te worden. Of zoiets. Ik hier nou mee, ja. Hop. Wow, redelijk goed drafje, denk ik. Niet verkeerd. Rodrigo rechtspits of full cam? Ja, weet ik. Ja, inderdaad, laat ik Messi maar gewoon erop wisselen, ja. Quero heeft toch wel een 10. Gelijk heb je. Wel echt toevallig met die Hierro. Zet Coutinho en Neto echt gewoon in. Ja, ik wou heel graag die full cam voor Kante hebben, man. Dat is me denk ik iets meer waard. Ook wel een zieke draft type, boah. Beetje raar gelinkt en zo, maar wel zieke spelers. Oh wow. Ja, is goed man. Veel plezier op de verjaardag. Is Fabinho's CV goed? Ik heb geen idee man. Ik heb er niet mee gespeeld. Hij lijkt me niet verkeerd hoor. Ah, weer geen Team of the Year Ronaldo. Dat is wel jammer. Cristiano Ronaldo. Partners up front. With Luis Suarez. And this is how the opposition will line up. In Marcos plays alongside Hector Bellerin in the fullback positions. And it's good to see that they've got two strikers looking to provide the goal threat for them. Conte, Sergio Aguero.
De Bruyne. Looking to win it back. Neymar. On the move and able to cut out the pass. Yo. Today's main matchup, I think. Natuurlijk maar eens kijken naar die Jero, speler die niet veel gebruikt wordt, maar toch wel aardig wat kan hoor. 93 defending volgens mij. Nu is Rodrigo links is volgens mij wel. Maar ze zal er wel uit. Ja, Giggs inderdaad, dat had wel gekund. Maar ja, dan had Kante toch niet gelinkt. Zo. Hey, ja. Doe maar wel volgende ronde. Dat is inderdaad beter, ja. Kante kan schieten tegenwoordig, ja. Ah, 89 shooting. Groen getuind. Verwacht je toch... Ik geloof dat je echt niet te redden bent, hoor. Ik snap niet hoe mensen zo hoog in de bollen voor zichzelf kunnen houden. Hij kan gewoon niet meer serieus nemen. Ik denk dat eerder dat het is. Maar je mag wel in die illusie blijven leven. Coutinho hebben we ook nog. Flink wat aanvallen als ze nou het red doen. Zo. Ja, het ziet er beter uit. Geloof me dat jij jouw woorden mij niet aan het nadenken zet. Daar is hij weer hoor, Jero. Geloof me hoor, die man is een machine. Pakt iedereen aan. Is nog zieker dan Ramos. Looking to use the full width of the pitch in this attack. Working hard just to see maybe a sight of goal. Het is een standaard actietjes wat ik maak in draft. Kan. Op een of andere manier niet echt top spelen hier. Hè? Ja, hij houdt zelfs team of de heer Ronaldo aan de kant. Hop. Wat een beest. Oeh, Alonso, dat is minder leuk. Yo, Marts. Oh, wat die Giggs, zei ik. Heb het al gezien. Puin op, man. Kijk, Alonso. It's with De Bruyne. Sergio Aguero. Now De Bruyne. That's super feet there for the player. Those feet move so quickly. Messi. Conte. De Bruyne. Very skilled. He's passing. Shots on here. It's a corner. Sorry, Watson. Waar is hij hier, Jero? Is hij dat daar rechts? Gehoord dat hij goed kan koppen. Ja, ja, daar komt hij hoor. Oh. Lekker gek. Ik denk dat ik hier nog een potje ruivers doe. Graf loopt moeizaam. Ja, toch eerst even kijken of er niet toch nog wat goede pakketten in zitten vandaag. Kevin De Bruyne. It's Aguero. Aguero is niet echt iets voor mij. Here's Messi. And here's the shot. Lekker Messi. Well, here it is. The first goal of a game that they have absolutely dominated. Very good play. The defense opened up again, but the difference is this. Ja, zeker als ze dan is goed man. Wat heb je voor
rewards staan houden. Dikke rewards, hè. Mensen blijven maar dikke rewards pakken, hoor. Ik pak helemaal niks. Sinds die Messi gewoon helemaal niks meer. Ryan Giggs, gewoon de eerste keer dat ik met hem speel dit jaar. Rare speler. Kan geen skills, heeft geen weak foot. Hij was in het eigenlijk ook niet zo'n hele erge beest daar volgens mij. Heb je top 100 gehaald of wat? FC Down, hoe dan nou, hè? Ik wist helemaal niet dat je zo hoog speelde. PlayStation of wat? Oh, die Ronaldo mag echt niet scoren deze wedstrijd. Gekke man. Yo, Q's. Jazeker hoor. Boah, deze wedstrijd speelt raar, man. Alsof die man iedereen achterin heeft staan ofzo. Kom hier, eens even de tweede maken. Ah, Lira heeft voor jou gespeeld. Ah ja, hij stuurde me inderdaad foto door. Ik wist niet dat het op jouw account was, man. Heb je zo'n ziek team dan, hebben? 99ste van de wereld, daar kun je toch wel blij zijn, hè? Zo, een gig. Hij is een beestje, Leroy, hè. Ik heb player picks had mijn best was Pedro. Gekke Pedro houden. Ik moest er niet vrolijk van, hè. Leroy speel ik heel vaak 2-2 mee, man. Hij is echt goed. Hij is nog jong en al zo goed. Ja, weer zo'n 100k pack uit een draft, ja, inderdaad. Nou wordt het weer een tijd voor je. What the fuck, met de corner met de keeper genomen. Ja, die Giggs kan wel dribbelen. Bruno, Jezus. Nee, 125k pack heb ik nog nooit gehad uit een draft, nee. Ja, ik hoop ergens een keer dat ze nou eens fatsoenlijke rewards geven, ja. De aanhouder wint. Hopen we dan nog. Jezus, hoe kan hij 89 shooting hebben dan? Zo'n ballen mist. Heeft gewoon evenveel shooting als Ruud Gullit. Ik geloof me dat hij beter schiet. Ga eens kijken naar het team wat hij gebruikt. Of Taupier of Viera. Wow, hij heeft ook een heel ziek team, ouwe. Heerlijk, man. Ik zal nog eens kijken. Hierro zag ik staan. Die is goed, hè. Eindelijk voor Mbappe. Ja, heerlijk team. Roos, nee, die telt die Hierro. Echt een heerlijk team, hè. Huh.
kreeg uit de Ultimate Pack van SBC Best. Ik kreeg daar een walkout uit. Volgens mij was het een Thomas Müller of zo. Ik weet niet meer. Maar het was in ieder geval wel een walkout. Geen goeie, maar. Ja, die Jero is zeker een tank. Gigs. Team of the Year van Dijk, ja, zou het dik zijn houden. Maar wat had je gepakt dan? Goeie of wat? Heerlijk man, top 100 packs. Had je mijn berichtje moeten sturen, oh, had ik ze voor je geopend. Had ik wel leuk gevonden. Ja, is ook leuk om zichzelf te openen natuurlijk. Ja, top 100 rivals, dus mensen die openen kraag voor je. Ja. Ik had helaas zelf geen dit weekend. Ja, ik mag niet klagen toen met die Messi, die maakt het toch wel helemaal compleet uit. Boah. Ja, dit weekend moet ik ook weer even top 100 gaan halen. Moest eigenlijk al afgelopen weekend. Als ik niet op zaterdag had gespeeld. De Gea uiteraard. Pick, heb je die gekregen of wat? Bo, ziek. Player pick de Gea. Man, nee. Ik wil ook eens een goede player pick hebben die ik kan gebruiken. Echt nooit. Staat gewoon pas 1-0 of wat, deze wedstrijd. Oh ja, ja, zeg eens. Yo, yo, yo. Jezus, mina, ja, wat die rewards. Iedereen pakt weer zieke shit, ouwe. Ik wil helemaal niks. Aan deze wedstrijd ook, wat is het voor fraude man nou, hoe kan dat nou wel 1-1 staan? Had er 7-0 voor moeten staan. Hou eens op man. De scripts. Grootste noob had ik gespeeld. Deze. Yo, ja, ja. Band aan hou. Vang die bal toch gewoon. Geen zin in verlengingen. Dat is een ezel. Kom op, hè, man. Ik ben goed geïrriteerd. Ronaldo, Neymar, Luis Suarez. Kom. Nee, oh, ik heb het verziekt. Misschien nog één, nee. Is voorbij. Luis Suarez. In for Neymar.
Nee, verlenging, oh, heb ik zo geen zin in. Eerste ronde verlenging, dat is echt geest dodelijk. Ja, shit, dat Bernhard dan. Oh, kijk die stats, hey. What? What the fuck? En die schoten van hem waren ook nog niet eens schoten. Gewoon het paniek op rondje duwen. Ah, dat is frustrerend. Dan haal je Elite 1 en dan pak je geen walkout. Jezus. En nu vliegen ze zeker weer gewoon allemaal makkelijk erin, hè, die verlenging. Of bam. Zonde om die De Bruyne op verdedigende middenveld te gebruiken, denk ik. Aanvallend te goed. Aguero, echt niks voor mij, man. Here's Cristiano Ronaldo. Decisive pass. Neymar against the goalkeeper. Keeper has reached it and rescued his side. It's Cristiano Ronaldo takes the corner. Corner's taken. Elite 3, dat zou mooi zijn, man, even down. Kijk, ouwe, dit spel is kapot, maar Tweedy of wat, man, oma. Wow, je ook letterlijk move. Ik zou Pogba als verdedigende middenvelder gebruiken. Ik kom er gewoon niet meer doorheen ook, hè, de laatste kanten, die pakt er ook gewoon niks van. Weer die Aguero, wat heeft die voor passing die gast zijn? Niet hoog geloof ik, hè. Puin op, man. Wat een noobak die gespeeld hebben. Ja, het is niet normaal. Mag die support niet winnen? Ik speel gaar, oké dan, man. Stats zullen wel liegen, toch? Stats zeggen natuurlijk ook helemaal niks. Ja. Nou, niet normaal, man. Ik mag gewoon niet winnen deze wedstrijd. Maar toch gaan we nog even proberen. Op een gegeven moment ga je ook gare dingen doen en het gewoon niet lukt. Ga je andere dingen proberen. Wordt hij weer omver getrokken, net niet genoeg voor een penalty zogenaamd. Lewandowski. Matuidi. Some potential in this move. Cristiano Ronaldo. God, die hero. Ja, dit was geen overtreding, man.
Kom op, nou even één fatsoenlijke gewoon het even mee, of in ieder geval niet tegen ze. Maak zelf ook wel aardig wat foutjes deze wedstrijd, daar niet van. Als ze nog hard ook moeten winnen natuurlijk. Psst. Hoe verklaar je dat? Er telkens net overal iemand met een uitschuifbeen tussen komt. Hij is een bal achter de man, hè. Tempo eruit halen. Ja, ze komen allemaal achter de man. Ik heb ook wel zin erin, ja. Rivals moet je ook niet te veel doen, man. Ik hoor je blaf. Ja, dat is hier een laat. Hij is op de achtergrond of zo. Rivals moet je niet te veel doen, hoor. Dan word je ook helemaal gek. Ah, dit. Die basis staat dus achter de man en zo. Ah, je moet niet gewoon. Je moet eigenlijk gewoon niet te veel flippen. Dat is het allerbeste, maar het is moeilijk. Dit is wel bizar hoor. Uiteindelijk zijn stats nog mee gaan vallen. Ik speelde zelf ook slecht. Volgens mij heb ik nooit in de eerste ronde verloren. Zo, dat is wel echt een dieptepunt. Maar goed, het zal maar eerlijk zijn en niet zo heel veel kunnen uitmaken. Morgen maar goed gaan. Hè. Ja, ref, inderdaad. Dan zeg je wat, aangemeld voor de Weekend League. Ja, ik ben ook aangemeld. Oh my god, ik heb nog nooit in de eerste ronde verloren volgens mij. Dat is echt de eerste keer. Ja, de server was op zich bespeelbaar, maar op de een of andere manier, ik won net ook gewoon makkelijk in draf, maar. Deze ging even heel raar. In de rust 19 schoten tegen 4 en dan sta je 1-1. Weet je al, het kan wel eens een rare pot gaan worden. Ja, ik moet zeggen dat ik kan niet al mijn energie door de week in die potjes stoppen. Ik probeer gewoon een beetje te kijken naar wat jullie zeggen en ondertussen maar wat te spelen. Geen excuses, maar ik kan me niet ziek hard focussen en zo in rivals of drafts. Ik hoop dat morgen gewoon goed gaat. Morgen ben ik wel scherp. Morgen moet het gewoon echt. Daar gaat het dan. Vardy SBC. Je voor met Weekend League te spelen voor die streaks en zo. Je hebt telkens een doel. Elke pot is belangrijk. Ja, hier, weet je kunt niet iedere pot winnen. En af en toe heb je zoiets van: laat het lekker gaan. Laat het lekker vliegen. Gisteren pappertjes verloren, Rivals. Ik was bijna op 26-60. Ik heb iets van 30 drafts gespeeld en nooit één keer gewonnen. Ja, ik ken het, een vriend van me ook, die heeft volgens mij ook al 60 en nog nooit eentje gewonnen. Ah, je mist niet veel hoor. 9 van de 10 keer als ik een draft win, maak ik gewoon verlies. Ik ken vrienden van me, geloof me, die zijn toen in de tweede ronde was hij, had hij de eerste had hij gewonnen, in de tweede ronde was hij gekwit. Zo, dat is wel even een teampje, hè. Jezus Christus, man. Maar die was dus in de tweede ronde gekwit. En die pakte toen zo'n zieke speler. Ik weet niet eens meer wie het was. Ook een of andere in vorm van 500k vorig jaar. Hikuin of zo, geen idee.
Wat is dit voor team trouwens, man? Wie is die gast? De Striker Bus. Nooit vergoed. Als die niet verified is met zo'n team, dan kun je weer stoppen. Jezus, man. Lima, Team of the Year, Ronaldo, Team of the Year, Messi. Alle Team of the Years. Vieira. Ik heb de eerste ronde verloren, Abel. Wat een team, man. Jezus. My god, hij. Oh, wat doe ik verkeerd? Wat moet ik doen nou? Kick-off glitch, man. Komt van weet ik veel wat voor afstand. Tering. Maar we geven niet op. We zijn ook een goed team. Niet te vergelijken met dat, maar. Vraag me echt dat er af komen die mensen aan zoveel geld. Wat doe je voor werk? Tje, misschien moet ik ook maar eens gaan solliciteren. Hive yourself is trouwens niet zo perfect. Niet zoals gisteren in ieder geval. Die zit natuurlijk ook, ja, verbazen. Dumfries is gek, man. Ah, George Best, daar sta je me echt teleur, jongen. Het is gewoon een makkie geweest. Ah, dit zijn zo'n neppe goals, man. Echt, dit zijn echt de redenen waarom ik eigenlijk geen rivals meer speel. Wat doe je er tegen? Wat doe ik tegen die eerste goal en wat doe ik tegen deze goal? Helemaal niks. Ik kopte hem niet weg. Ik deed vierkantje en dan hoop ik dat hij weg zou knallen. Het slaat gewoon nergens op, man. Jongen. Kun je überhaupt met zo'n team maar op 2600 zitten? Eigenlijk ben ik ook allemaal aan het doen. Jezus, man, ik heb toch geen bok meer aan. Well, you know who it is, don't you? Rudhullet. Can't mistake him. And it is Lozano. Rare loopacties ook weer. Hij pakt me goed uit. Rare pot, jongen. Drie scheidgoals is weg. Ja, die Dumfries, moet ik die ook gaan doen of wat? Zou het beter zijn dan Juan Fran? Yo, politiechef, nee man, niks gepakt daar we. Dumfries al, die is wel gek, ja. Maar what the fuck, wat doet deze man voor werk? Hoe krijg je zo'n team, ouwe? Of een 6k of zo'n FIFA pompen. Oh,
Ja, die goal die was net zo lelijk als die van hem. Oh nee, daar komen ze weer met de prime icons. Druk je gewoon van de bal af. Zo goed is hij niet. Ik speel zelf echt puin op deze week. Doe ik ook. Nee, niks gepakt man. Ook niet dat hij eraf win. Zelfs een draf in de eerste ronde nog verloren had. Je hoorde het aan de controller waarschijnlijk, hè, dat ik die heel te heel deed. Maar die kwam er gewoon niet, omdat er weer delay is. Dus die kwam gewoon niet. Dumfries, rustig. Mik hem op Neymar, jongens. Ik mik helemaal niet op hem. Nee, is ook zo. Zachte voeten? Wat is zachte voeten dan? Nakke Ramos. Aanpakken die op. Yes, it's with Vieira here. Eusebio. Collet. Essie. He's got away from him. Lozano. Good vision here. Kom best. Wordt hij weer geblokt? Oh, die Bass die speelt echt fucking slecht deze wedstrijd. What the fuck? 230k. Ja, op zich vind ik die gewoon van. Ik denk dat hij wel net zo goed is als die Lala. Nee man, die Bass die stelt me echt teleur deze wedstrijd. What the fuck? Ik ga hem ook echt even uit de spits halen. Maar volgens mij gaat dan die hele opstelling weer glitch. Ik moet het dadelijk gewoon even doen na deze wedstrijd. Hij stelt me echt teleur. Ja, op zich best. Ja, ik heb hem voor redelijk voor 1 miljoen kunnen doen. Dus ja, was eigenlijk bedoeld als vervanger voor Lozano. Dus in dat opzicht is hij wel beter dan Lozano, maar. Ja. De spits heb ik toch vaak mijn twijfels bij hem. Terwijl hij ook gewoon echt super goede potten bij mij heeft gehad. Tegen goede spelers. Dat ligt er, dit is wat ik eerder ook al zei. Als de servers niet vloeiend zijn, niet heel snel, dan heb je niks in zo'n speler als Bas. Dan moet je echt die volledige dribbles mee kunnen maken. Niet die bal afweer met zijn urenlange aanloop. Wauw, Vieira. Marcelo.
Dat wordt ook niet gegund, hè. Ik denk dat de Frans zo goed is. What about Neymar in the first half hour? Got himself a goal, but he does need a little bit of a helping hand. And it's with Gullit. Striding onto the ball with oh, zo makkelijk. Gewoon Fran maakt één stapje en die. Oh, wow, dit gaat toch helemaal nergens over, man. Boah, deze gast is echt zo voorspelbaar en simpel. En toch, omdat hij die gekke spelers heeft, loopt het zo makkelijk. Om een paar tikjes staat hij voor de goal houden. Maar ik speel ook echt puin op laatste tijd, man. Oh. Zilvers verhaal, die kan ik het meeste schild geven. Hij schiet gewoon door het midden. Deze gast is echt niks bijzonders, hoor. Weer. Ik heb zo geen zin meer. Tjonge, dat is ook niet serieus te nemen. Kom, loop nou eens door. Dit Apiero moet door de spitsen. Mist hem nog wel hoor. Ja, is ook zo, Ravi, maar hij krijgt me toch ook weer. Inderdaad, een beetje toe weer aan het weekend, denk ik. Ik wil even goed slapen vannacht. Morgen even goed ontbijten, dat ik even wat positiever ben. En kunnen we wel een goede weekend neerzetten. Maar die Rivals maken mij zo vaak zo boos. Vergeet je me zo. Gaat hij wat showen terwijl hij helemaal niks kan, die vent. Pik, die mogen toch wel eens zitten met 97 finishing of wat ook is. Tuurlijk, ga even time playen. Kijk hoe makkelijk ze er doorheen lopen. Goed, een hoge bal op Messi. Kom, Gullit, je gaat wel eens een duel winnen, ik wil zeggen. Hoe weet hij dat nou weer? Oh, zielige man, hè. Het is ook geen voetbal meer. Kom, wat doe je? Ezel. Pak die bal gewoon, man. En nog een slechte actie. Ja, precies, man. Was goed de weekend league servers gisteren en zo. Ik moet zeggen, niet de hele week bij mij, man. Gisteren was het echt lekker, dus ik had eigenlijk een beetje de hoop. We zien het morgen wel, ja. We kunnen er wel weer over speculeren, man. Het is een EA natuurlijk. Die maakte die wel, George. Maakte het toch nog een beetje goed. Dat is ziek weer toe en toe, maar even alleen, man. Boah, ik had er echt bloed komt onder de nagels uit als ik die tikjes breed zie geven. Misselijk mannetje.
Godverdomme, gelukkig heeft hij hem. Slecht verdedigd. Team of the Year, Ronaldo. Mist toch even een paar balletjes daar. Ook al waardeloos het verdedigen. Oh, de glitch voorzet. Bijna lukt. Kom. Steek eens een poot uit, man. Kom hoppen, ouwe. Ik wil zeggen. Vandaar dat ik nog druk moet zetten. Kom. Man. Flip ook vanuit te houden. Ja, het moet goed moeten zijn, man. Het moet zeker ook vooral. Ja. Ja. Maak het even helemaal bond. Flikker op, jong. Vent was echt slecht, ouwe, maar ja, die icons houden hem op de been. Jezus, die stats zeggen toch ook weer genoeg, hè? Pay to win. Och ja, we krijgen een puntje erbij. Ja, die hadden we eigenlijk gewoon moeten winnen. Ik had niet zo snel 2-0 achter moeten komen. Nou ja, als dat zo zou zijn, TNLB, dan zou echt het team gewoon de doorslag gaan geven. Mensen met teams zoals die gast wat ik net tegenkwam, die dan ook nog pro zijn, zoals Stags en zo, die zouden dan onverslaanbaar zijn, denk ik. Lijkt me. Ik wil eigenlijk wel nog even 2-3 potjes op rij winnen nou, man. Yo, Sam. Kom op, hè. Die moeten we toch kunnen hebben. Is wat anders dan net in ieder geval. Maar ja, we weten allemaal dat dat ook helemaal niks zegt eigenlijk. Nou, thanks man. Inderdaad, beter dan verliezen natuurlijk. Weer vergeten George Best. Man, krijg nog één kans in de spits, George Best. Dus nu moet je het laten zien, jongen. Hij maakte hem net nog, dus misschien toch nog maar even proberen. Hij maakte een goede goal. Ik creëerde daarna nog een paar goede acties, dus... Ja, ik mis gewoon die 5-star weak foot van Del Piero voorin. Dat is het. Van alle kanten kan op draaien. Uiteindelijk maakt het team helemaal niet uit op rivals, want... Je speelt tegen iemand met dezelfde punten ongeveer en of hij dat nou met een minder team doet of met een sterk team. Het zegt eigenlijk meer dat die gasten met die mindere teams zoals hij hier gewoon betere spelers zijn. Dat hij met een minder team evenveel punten haalt. Dus op papier zou hij nou ook een betere speler zijn dan mij. Als je het zo bekijkt. Dan gaan we dat eens even checken. Lekker. Ja, hoe kan ik het gewoon doen? Dan zet ik nou gewoon Best. Ja, zie je, daar heb ik wel dit probleem. Hè. Dat is waar ik bang voor was, maar ja. Dan maar een weekendje met Lozano op rechts, denk ik. Ja, of Best. Daarom, ik moet eigenlijk... Messi kunnen hebben, man. Ik heb 500k volgens mij. Als ik een gewone Ramos pak, heb ik volgens mij 800k. Ja, dan zou ik misschien Messi nog kunnen halen voor Lozano. Nou,
Turnbull. Ja, weer een bal die tussen gaat. Sharp movement. Cristiano Ronaldo. And Tweedy. Gabriel Jesus. Neymar trying to slip it through. Schiet de ballen allemaal vanzelf weg. Ja, Neymar heb ik al, ja. Maar ik wil Lozano niet in de spits zetten. Neymar zou wel op kamp kunnen, maar... Ja, dat moet best toch wel naar voren. Ja, weer te veel praten ook, man. Maar ook wel bizar dat hij hem weer 10 keer meekrijgt, hè, die bal, hè. 10 keer krijgt hij hem mee, net in die aanval hiervoor. En Ramos die vanzelf de bal wegschiet. Doe dat toch allemaal niet. Wordt voor mij bepaald dat ik in paniek ben. Oh nee. Gullet jong, laat eens wat zien nou hoor. Mis mijn Ronaldinho ook hoor. Die mis ik voor een Ronaldinho, ja. Oh hoor. Die Gullit richt me op vandaag. Ik speel gewoon heel slecht, dat is het gewoon. Mensen zijn weer alleen maar timeplay en zo. Ik snap niet waar ze dat vandaan halen in die rivals. Hoe kun je daar zo gefocust tegenaan gaan? Hoe doe je dat? Boy, ik kan beter gaan kappen hierna. Ik ben echt te zwak gewoon. Ik ben alleen maar boos bij iedere paas die die tegenstander geeft ofzo. Ja, die Gullit bakt daar ook gewoon niks van op het moment, man. Net zo slecht als ik ben op het moment. Ik moet maar Ronaldinho hebben eigenlijk hoor. Ja, die Matuidi die is gewoon veel beter dan Gullit en Vieira bij elkaar. Ja, natuurlijk houdt hij hem. Die waar die heen ging, is gewoon een kruis hoor. Oh, maak me schrik man. Ik wil het weer niet ertussen. Ik moet eens tegen mij spelen die gast. Kom op bij. Ik speel ook waardeloos, hè. Ik merk het nu. Totaal niet. Creëert. Oh, wow. Een soort trage server. Ja, maar dit. Kun je me toch niet wijs maken, man? Ah, oh, hoor, ik word
ik weer helemaal ziek van, oh, die Matuidi en zo, oh, dat is iconspec. Hey, dat hij over de zijkant gerend met die Ronaldo, hè. Totaal voorspelbaar, maar je hebt gewoon geen zin om het te verdedigen, omdat je geen ingooien tegen wilt, die wil de wedstrijd vertragen. En die Neymar van hem, die is 10 keer sterker. Die duwt mijn gullet in de lopende band om. Die voor mij, die wint nog geen duel van die hoeren Benatia, ouwe. En die Mahrez, ouwe. Laten we daar maar niet over beginnen. Nooit zo'n goede speler gezien. Is niet goed voor de bloeddruk, ouwe. Nou, maar tweede is inderdaad niet verkeerd, nee. Gewoon een gouden man, meer heb je niet nodig. En ook dit weer, die filmpjes en zo laten afspelen, zo van what the fuck ben je aan het doen ouwe. Weer die stats ook, kijk mensen. Ik heb nou gisteren 3 potten live verloren. Alle 3 precies hetzelfde. Ja man, ik mag het hopen. Fan is echt niet zo goed. Jongen, hoe lucky kun je er zijn, hè? Timeplay. So we're all set for the second half. Ah, het is niet te geloven, man. Ik kon het lampje niet verwisselen en ik wist dat hij hem ging verliezen. Toch gebeurt het weer, hè? Echt dingen waar je geen controle over hebt, man. Ik heb geen zin om daar rustig onder te blijven. Het slaat gewoon nergens op. Ik doe iets anders en er gebeurt iets. Maak me gek, ouwe, op ergens een paas. Ik mik niet op jou, jong. Oh, wow. Het is nog te moeilijk om een paas te geven, man. Hoe wil ik daar ooit doorheen komen dan? Daar komt hij weer, die Mahrez. Lekker op, gek. Afketen. Hoeveel schoten ik ook alweer gevuurd heb deze wedstrijd. Hè. What the fuck man, hoe kun je er zo langs rennen als een kip zonder kop uit? Achterlijke, gewoon Fran. Doet hij normaal niet. Omdat ik nou wat tegen zo'n scare team speel, moet hij natuurlijk ook weer gehandicapt gaan doen. Kijk hoe makkelijk hij kan tikken. Ja, niet dat het ergens op slaat, het is alleen maar achteruit. Auw. Tuk. Spelers zien toen natuurlijk niks, man. Echt. Ik heb geen zin om hier op rustig te blijven, man. Ik word gewoon bezeken waar ik bij sta. Die gasten bakken daar helemaal niks van. Weer die Neymar die van Ballack en Gullit aan de lopende band duels wint. Gewoon luchtduels. Nu ook nog van Ramos. Haha. Ach, flikker toch op, joh. Afkees.
Ik noem het toch geen onderscheid. Laat zijn, laat zijn, laat zijn. Laat ik vooral nog even boos gaan worden. Het spel is echt het slechtste weer in jaren. Het wordt met de update erger. Pas me dat hij een bal houdt. Ah. Niet te veel meer, jongen. Ik ga dadelijk wel een hele team verkopen. Als ze erom vragen, gaan ze het krijgen. Dus ik koop iedere speler die ik heb. Allemaal weg ermee, rotzo. Met dit team loopt het ook gewoon niet. Nee man, dit loopt echt voor geen meter, ouwe. Moet die Ronaldinho wel terug hebben, denk ik. Maakt het in ieder geval nog een stuk leuker. Echt, ik sla dat ding dat ik echt het raam uit heb. Ik frisbee de hele PlayStation naar buiten. De Xbox die gaat er gelijk achteraan. Ach, tuurlijk houdt hij hem weer eruit. Oh, wat gek. Blok me de hele gullet, ouwe. Alsof hij er niet staat. Maar die gullet. Is niet zo goed als Ronaldinho voor mij. Hij past niet bij mijn speelstijl, man. Het is veel te lomp. Ik kan alleen maar tegen Noob spelen met gullet. Nee, het loopt niet omdat ik zelf gefrustreerd ben. De spelers ook gewoon. Het is gewoon puinhoop, man. Die gullet is zo traag als een tank, hoor. Het is de hele week al dat ik geen pot kan winnen, hoor. Of ja, de hele tijd op 2600 blijf schommelen. Voorin mis ik gewoon iets. Jongen, dat is een simpele gozer, maar. Ja, zeker wel. Hij moet natuurlijk even zijn puntjes binnenhalen, want er hangen ook levens vanaf natuurlijk. Hè. Als deze gelijk speelt, dan natuurlijk blaas even op die fluit, hoor. Geen mens weet waarom, maar doe het toch maar even. Ach, het is niet normaal, ouwe. Heel goed, dokter, ouwe. Het maakt niet uit tegen wie ik speel. Tegen een gast die net zelfs hier in de stream was. Met alle respect, is niet slecht, maar... Echt, jongen, dat team van mij, dat loopt niet, man. Ik mis iets. Die gullet, die werkt ook niet zo goed voor mij als die tegen mij werkt. Weet je, snap je wat ik bedoel? Hij past niet helemaal net als Ronaldo. Die passen niet bij mij of zo, lijkt het wel, man. Niet tegen goede spelers in ieder geval. Het doet helemaal niks. Ik heb het idee dat ik net zo goed met een Matuidi kan spelen, man. Ah, wat ga je tijd raken, jongen. Echt. Ik heb echt serieus nog nooit in mijn leven tijd geraakt in een potje Rivals. Weer krijgt hij de bal terug. Ah. Ja, die gaat ook de markt op zo, ja. Zeker weten.
Ongezond weer, man. Met alle respect, hij was niet slecht, die tegenstander. Maar ook door die momenten en zo. Het is gewoon puin opbouwen. Hoe makkelijk die gast. Kijk ook hier, één keer, twee keer. Wat doet die Ballack hier, man? What the fuck? Marcello hapt ook helemaal daarnaast. Stuurde niet in zijn bondje. Ja, ook Ramos die er weer niet tussen zit. Dit was gewoon slecht voor mij gegooid, maar ook weer de nodige pech daarbij. Ja, dit kan nog wel dat die misgaat. Linker van Lozano. Dat is wel groen trouwens, man. Ja, ik was ook wel heel erg gefrustreerd weer, maar het loopt gewoon niet zo lekker in mijn team, man. Lozano, die had Messi bijvoorbeeld gemaakt. Nee, creëer inderdaad te weinig. Ja. Hij neukt je gewoon. Man. Goed gespeeld, man. Kom maar. Ja, dus het ligt ook niet. Je, met alle respect, tegenstander kan ik niet de schuld geven ervan. Maar gewoon dat team houden. Loopt niet, man. En dan ook nog ja, die coach een beetje lullig komen en zo, maar ik voel me niet zo boemba met dit team, maar het loopt niet zo heel lekker. Ik heb ook de neiging om ook die Matuidi te gaan gebruiken, als zo goed was hij. Even zonder grap, man. Wat een beest, zei die Matuidi. Ja, ik word helemaal gek, ouwe. Het loopt echt voor gebeterd deze week bij mij. Sinds ik de gullet heb gekocht, ouwe. Is niet net als Ronaldo. Het is een beest. Maar toch niet goed genoeg gebruik ik die spelers. Dat is het. Ik gebruik ze gewoon niet. Licht passen niet helemaal in mijn. Ja, gullet past natuurlijk wel in mijn speelstijl, maar ja. Ik mis daardoor wel een Ronaldinho bijvoorbeeld. Ah, natuurlijk gewoon, ja. Of niet? Nainggolan, dat is ook een beest, hè. Ja, maar die mensen spelen ook echt alsof er levens van afhangen in Rivals. Ik kan dat gewoon niet. Ik erger me al als ik één keer iemand een tikje breed zie geven. En dan sta je mentaal al achter. Weekendleague heb ik dat niet. Dan focus ik me gewoon, maar... Als mensen al zo zielig gaan spelen in Rivals. Ik zit op 2590. Maar ik ga even niet meer spelen. Ik denk dat ik even wat dingen ga veranderen aan mijn team. Hoor. Ik moet weer terug naar mijn top 100 team met Ronaldinho. Denken jullie niet? Ach, we hebben al zo vaak het team verwisseld. Ik kan er nog wel een keer bij, ja. Gullet 4.370 nog. Hop, weg dan mee. De groeten, joh. 2900. Ja, dat ook. Ja. Zal ik ook maar de gewone Ramos gaan halen nog? Zeker, gelijk heb je al. Allemaal onzin, die blauwe kaarten. Maar we kunnen nu misschien een team of the year. Ik weet niet of die veel beter is. Wat kost je eigenlijk? 5,99? 5,86 is zo goedkoop. Zo, dat is lekker. Dus ik kan met winst de deur uit.
heb me vandaag van 2500 plus laten zakken naar 1950. Oh, zie ik al. What the fuck, heb ik gewoon 20 potten bij verloren of wat? Maar dat is, als je eenmaal daar echt die frustratie zoals bij mij nu ook toelaat, dan is het klaar man. Als ik nou nog 5 potten doe, ik verlies ze allemaal en dat ik zo gefrustreerd ben. Mensen spelen, ik snap ook waarom veel pros het überhaupt niet spelen, Rivals. Het keelt je hele mentale vibes en zo. Het beste kun je nog gewoon alleen Weekend League doen en af en toe wat potjes tegen vrienden die ook goed zijn. Ik kan dat ook niet, man. Het is ook geforceerd. Morgen speel ik serieus, maar ik vind het al genoeg om één weekend in de week gewoon volledig focus te gaan. Ik kan niet iedere dag. Het liefste was ik ook gewoon, zat ik in de divisie 8 houden. Maakt me niet uit. Die spelen tenminste normaal. Zelfs daar verlies ik waarschijnlijk potjes omdat ik gewoon volledig aanvallend kanaal. Maar wat hebben we nog meer voor rotzooi op de markt? Nee, maar die kan ook vertrekken. Hop, die groeten. Ronaldinho komt eraan. We gaan terug naar het top 110. Hop. Hop, hop, hop. Wat kost je Ronaldinho nog? Oh, die is niet meer duur. Niet meer duur. Goed dat ik die toen... Die kunnen we goedkoop halen. Ronaldinho, ja, die is meer voor mij weggelegd, ja. Ik had hem inderdaad niet moeten verkopen, gelukkig wel voor 4,3 miljoen. Ik kan hem nou voor 3,5 terugkopen, dus ik maak er nog een winst op ook. Misschien 2 ton verlies op Gullit, uiteindelijk blijft het hetzelfde. Ik kom er telkens goed vanaf met het omgooien, gelukkig. En nee, is de Nijmer ook zit hier nog, dat is mooi. En, hè? Is die ook al gestegen of wat? Lekker, ja. Ja, we zitten op hetzelfde, denk ik. Ik zit ook op 2590. Ah, het is. Wat kan ik allemaal doen, hè? Het is zo frustrerend, hè? Als je even laat gaan, is het zo klaar met je. 614k was hij. Heb ik toch wel winst op, denk ik, ja, zeker. Zie je, ik kom er altijd goed vanaf als ik mijn spelers wil verkopen en weer terugkoop. Heb ik geluk mee. Gud, het is echt te duur, man. Niemand verkoopt helaas, dat is wel een probleem. Wat krijgen we aan budget? Ik heb ze toch allemaal redelijk cheap erop staan voor mijn gevoel, hè? Gullit voor 4,319. Zou wel goedkoop zijn. 73. Zeker. 50k onder die andere. Ja, zeker Davy, snap ik wel. Je moet doen wat je leuk vindt, hè. Dat is het belangrijkste, dat het spelletje leuk blijft. Yo Jelle, niks man. Wat heb ik uit de rewards, ja, Pedro. Die Inform heb ik natuurlijk ook nog, die kan ook weg. Is ook wel wat geld. Oh, is toch voor 16k erbij. Ideaal. Komt goed uit. Die kunnen we altijd lekker gebruiken. Nog meer aan de club zitten, geloof ik.
kan ook weg. Ja. Tevens kan weg. Oeh, dat kan nog wel eens een chille super sub zijn. Kijk voor deze flapdoor. Oh, deze kunnen we allemaal weg. We hebben een miljoen, er is iemand verkocht. Ik denk Ramos. Ramos is verpatst. Nu Gullit nog. En Neymar. Of Neymar is verkocht, dat kan ook. Denk ik eigenlijk eerder. We moeten onze vriend terug hebben, Ronaldinho. Nee, we gaan Ronaldinho terughalen. Daar ging het goed mee. Nou, die had ik 3 weekenden in mijn team. Daar heb ik 2 weekenden top 100 mee gehaald. Dus we gaan daar wel even voor. Is voor mij ook leuker, weet je. Bij mij is het heel belangrijk dat ik plezier heb. Dan ben ik ook heel goed. Maar met Ronaldinho vind ik het toch net iets leuker spelen. Ja. Die man maakt het leuk voor mij. Beetje skillen en zo. Hop, 1.1 alweer. Die ga je nog meer halen? Ja, daar ben ik nog een beetje van nadenken. Ik vind het moeilijk in te schatten hoeveel ik precies heb. Dadelijk kunnen we zo kijken. Mooi, die zijn weg. Ja, dan Raoul Mika, denk ik. 2594, yes. Volgens mij zitten we dan echt precies op hetzelfde, of niet? Ik zal me niet verbazen, precies op het punt. Oh, je hebt er 3 meer. Even kijken, is er weer iemand verkocht? Ah, ik verlies zoveel aan die rivals, is niet normaal hoor. Hoe kan hij niet verkopen? 613k. Met Jager. Boah, nee, die gaan we even skippen. Oh, er staan er een paar goedkoper op. Ah, die verpakt ze uiteindelijk wel. Een paar. Dit kan wel eens die van mij zijn. Ja, ik ook gisteren, ja. 2650. Ik zit inmiddels alweer op 2590. Ah, dat heeft ook, op het gegeven moment moet je ook die rust kunnen hebben, anders dan blijf je op een bepaald niveau zitten. Oeh. Wordt lang wachten, man. Maar ja, wat gaan we ongeveer maken? Dat kunnen we wel langzaam eens gaan bekijken. Even tellen wat we erbij krijgen. 4.3. Even kijken, daar gaat... ik pak de rekenmachine even erbij. Dat is wat beter. Ik flip helemaal uit dat we even down. Ik loop voor de meter meer. 4.319. We moeten Ronaldinho terughalen, heb ik net besloten. Gedeeld door 100 keer 5 is. Er gaat 215.000 vanaf.
Dus zeg eens 220. Ja, daar houden we 4,1 over. We hebben nog een miljoen. Dus 5,1, 5,2, 120. Plus. Ah, 1% hiervan is 6130. Hier verliezen we 30k op. Ja. 587, of wat hebben we dan over? 583. Plus. Niks of wat. Dat was hem al, ja. €5,8 miljoen kom ik op. Min 3,5 voor Ronaldinho. Daar heb ik nog 2,3 over. Als ik Ronaldinho koop. Verdedigende middenvelder hebben. Wordt dan toch wel een blankje, denk ik. Maar ik wil eigenlijk ook nog Messi hebben. Wat kosten die drie samen? Heb ik 2,3 voor wat zouden jullie eigenlijk doen? Verane team of twee, ja. Moet ik Ronaldinho halen of wat zeggen jullie? Even allemaal mening geven. Verane spelen we lekker, ja, net. Ja, Ronaldinho is duur, hè. Neymar in vorm of Ronaldinho? Wat zeggen jullie? Ik ga jullie wel een beetje laten meedenken. Wat zeg jij dan? Kost hij dan die 91 Ronaldinho, maar ja, die is niet zo heel speciaal toch? Ja, niet slecht natuurlijk, man. Ah, dat is geen verkeerde speler, nee. Ja, dat is gewoon, Ronaldinho is wat beter, ja. Prime Ronaldinho of deze? Ja, de prijs valt echt wel mee, hoor. 2,6 voor deze, ja, die andere is 3,5. Ongeveer hetzelfde, ja. Er moet voor hen iets veranderen, eigenlijk iemand die een beetje sterk is, zoals Ronaldinho. Ja, ik
kijk toch ook naar hem, ja. Mijn gevoel zag ook pakken, die Prime Ronaldinho. Die ging zo lekker, ouwe. Kan ik dit betalen met 2,3 miljoen? Ramos en Messi kosten... wat kost hij? 850 ongeveer, hè? Iets duurder misschien. Dus straks er iemand 830, maar dat klopt niet, geloof ik. 88. Ja, 88 is volgens mij het goedkoopste als ik dat zo zie. $8.75, 8.70 ongeveer, hè. Ja, de Bruyne is ziek, hè. Ja, ik probeer Prime Ronaldinho en Messi, hè. Dit wil ik halen met 5 punten. Wat heb ik? $5.8 miljoen heb ik voor deze 4 spelers. Ik ga even berekenen of dat gaat lukken. -2, -2, -9, 8, -. Messi was 870. Ja, is 1.4 over. Oeh, nee, dat ga ik niet redden, nee. Of wat? Ja, ligt er aan wat blank kost. Net te weinig, of net te duur misschien. 1.124. Kijken. Heb ik nog 304.000 over voor Ramos? Jawel, ik haal dit. Dit kan ik kopen, ja. Ja, die is ziek, ja. Ja, ik denk dat ik toch voor Ronaldinho ga houden. Boah, ik mis hem al een beetje, ja. Was wel mijn beest. Maar is die Kondogbia beter dan... Oh, Gullit is weg, lekker. Nee, helemaal nog niet. Hey, wat zeggen jullie? Ik kom denk ik... ja, op 5.8 precies. Ja, mis Ronaldinho, ja. Hey, wat zeggen jullie? Die speciale Kondogbia of Belangouwe? Wie is beter dan? Ah, daar valt toch wel over te discussiëren, ja. Nou heb ik het over deze. Die Fanning en Physics zijn op papier veel beter van Blauw, maar ja, dat zegt niet alles. Van die zeggen allemaal Kondogbia. Ja, is hij goed? Hij linkt wel, hè. Jesse, had jij niet hem ook in je team?
vind jij van die Kondogbia? Ik heb er nog nooit mee gespeeld. Ja, die stats moet geloven. Dan zou ik denken, het is veel beter dan Blanc. Maar ja, ik weet dat stats niet alles zeggen natuurlijk. Maar die zijn wel een stuk beter dan... dan die van Ramos. Of dan die van Blanc. 85. Mag ook wel wat kosten, ja. 75, 565. Ja, die Blanc heeft ook maar 3 star weak foot, dus dat is in principe niet zo'n heel erg probleem, nee. Komt ook weer volgens mij wel nog betere skill moves dan Blanc, hè. Ja, sowieso. Kost de flap door. €5,61, dat is wel redelijk goedkoop. Nou. Ja, precies. Ja, Blanc heeft geen betere weakfoot. Ik heb Ballack ernaast staan, hè. Je hebt toch een paar potten toen gespeeld met hem, toch, bij mij, ja. Dat, volgens mij vond ik hem toen wel een tegenval. Ja, en met Blanc heb ik wel goede ervaringen in ieder geval. Dat is wel... Kijk of we hem ook kunnen kopen. Oeh, die is wat duur. 3,5, ja, wat ik dacht. Ja, kom maar gauw. Mooi, mooi, mooi. 3 icons voor hem. Hem kunnen we ook al kopen, denk ik. Dat gaan we wel even proberen te, via de markt gewoon. 8,75. Ja, die ja. Een jager, ja, deze. Mooi. Huh? Oh ja, dan moet nog iemand verkoop worden volgens mij, ja. Yo, ja zeker wel. Beter man. Ja, ik was wel altijd heel erg tevreden over Blanc. Ik heb Ballack ook al daarnaast. Ja, ik voel ze echt dan toch wel Blanc. Uiteindelijk, als ik moet kiezen, dan toch wel weer. Die man is wel beest. Hè. Maar even skeer op tijden nou. Wie moet er nog verkocht worden? Ramos, volgens mij. Hè. Nee, ik kan niet Messi weer voor Champions League kaart halen. Neymar moet nog weg. Oké. Okay. Dus dan komen we op 85 voor hem hier. Plus 800, 1,3, 1,4, klopt dat? Rekenmachine, dikke 1,4. Rekenen, was ik wel altijd goed en normaal. Dat zit er niet meer in. Wacht, 583, 580. Plus... 840. Dat is 1,420, ja. Nee, zeker of hoef ik niet meer. Ja, dan moet ik Blanc sowieso gaan kopen, maar Neymar die wil het maar niet verkopen, man. 613k. Waarom verkoopt hij niet? Ik kan wel even Ramos kopen. Poeh, zijn er opeens superveel op die prijs. What the fuck? Ah, die gaat niet weg voorlopig.
Wat heb ik voor een verbiedprijs erop? Nou, daar gaat hij misschien wel door weg. Ja. Nee, komt ook bij jou. Belang is ook goed, man. Icon power. Van Dijk, ja, vond ik niet zo heel chill. Geen wat, ik had zijn player pick 87, hij was niet verkeerd, man. Zo is het wel een ziek team. 6 icons. En de goat. Allebei niet slecht zijn, hè? Belangrijk komt ook weer. Horen jullie geluid van FIFA, ja? Ik hoor maar even geen FIFA geluid, man. Yo, Dennis boy, ja man, Fortnite of zo, weet niet meer. Hij krijgt wel nog een upgrade waarschijnlijk, hij komt ook weer. Moet ik hem een weekendje gaan proberen dan? Ja, in mijn gevoel zegt belang, maar jullie zeggen probeer hem uit allemaal. Volgens jullie moet ik de Kondogbia gaan uitproberen. Ik krijg alleen maar die kutkaart over mijn vet. Er was er een, hè? Kijk of ik nog een tegenkom. Vijfenzeventig. Vijfenzestig. Ik denk dat het een goedkoopste is. Wat een jasse. Messi reactie. Wat zei je? Moet ik hem halen? Ja. Kondogbia. Het ding is ook verkocht. Of wat? Nee, maar verkocht. Hoe kan dat opeens? Mooi, mooi, mooi. Kai makkeleule. Hou op, man. Die gas is extra. Nee, die hoef ik echt niet. Ah, het prijsverschil is wel enorm. Voor iemand die nog een upgrade krijgt. Ah, qua stats zou je meteen voor Kondogbia moeten gaan, maar ja. Dat is ook niet alles natuurlijk. Ja, dan gaan we hem maar eens proberen. Dan gaan we hem maar eens proberen. Vooruit. Hebben we hem toch maar gehad. Ik heb daarnaast sowieso die Prime Ballack, hè, dus we kunnen hem wel eens een kansje geven, die komt ook weer. Maar Ronaldinho heb ik wel echt gemist, man. Boah. Dat vind ik wel fijn dat hij terug is. Maakt het voor mij ook weer leuker gewoon, hè, met je skills en zo. Ah, shit. Dat we van die kaarten voor gaan kopen. Het is wel een ziek team, hoor. Oh, Ramos moeten we ook nog, maar we hebben nou meer geld. 859.000. Ja. Daar zijn geen Icon de Hierro, hè.
Kan ook. Gast waar ik zo tevreden over was. Wat zeggen jullie? Blauwe Ramos of hem? Of is hij sowieso te duur geworden? Oh, die is sowieso een beetje te duur geworden. Was wel echt een beest, hoor. Maar ja, dat durfde ik toen niet de Weekend League mee te spelen. Kijk die stats ook, hè. Marking 95, stand tackle 94, kracht 90. Dat Piero is goed, man. Ja, hij komt ook weer stijgen misschien nog wel, ja. Nee, maar die is inderdaad wel een heel lang verkocht, ja. Haha. Wow. Hij loopt even 20 minuten achter. Ja, wie kunnen we daarna zetten? Eens kijken of er een icon is of zo voor 860k. Ja, die zal er niet zijn, maar toch gewoon even kijken. We gaan waarschijnlijk gewoon voor Ramos. 90% kans. CB. Hier zou je niet veel voor krijgen. Hè. Nee, rotzo. Campbell of wat? Dat is niet zijn prime. Die prime Campbell, die lacht mij wel. Kan ik die niet hebben? Had ik die SBC van moeten doen toen? Prime Campbell, hè. Dat was een bezouwer. Dat is te duur helaas. Dat is jammer. Prime Campbell lukt niet. Beter man, yes. Nijmer is base. Ik heb 5 ton maar voor Bobby Moore. Die heeft ook echt een pace. Hij wordt die Prime Campbell, ja, dat is inderdaad ook wel een... Wow, wat de... Ik heb al een Ferdinand natuurlijk. Hij is wel cheap, man. Hij kan niet zo goed koppen, dat is jammer. Als ik tegen Ronaldo moet, is dat wel een probleem. Dit was de eerste icon die ik de Char kocht. Baby Campbell. Ja, wat was met Rutje aan de hand? Ja, ik weet het niet. Hij kwam een beetje de keel uit tegen goede spelers. Hij deed niet veel beter verdedigend werk dan een Belang en zo. Aanvallend dan wel, maar... Ja, daar had ik wel een Ronaldinho voor ingeleverd. Ik kom alleen maar op dezelfde mensen uit hier. Desai, baby. Is dat niks? Is ook niet slecht, hè. Is hij beter dan Ramos, zei die Desai? Even doorkijken. Ja, ik moet wel weten wat die Prime Campbell kost, inderdaad. Maar die Desai komt nou wel een paar keer hier tevoorschijn. 830k. 120k. En dit was het wel wat we nou hebben. Ah, maar die kan ik niet betalen, man. Zal ik die meteen gepakt voor dat geld? Desai. Is dat wat, Desai? Nou ja, baby Desai, niet zo erg. Die 88 is een middenvelder en dit is ook een verdediger, geloof ik, of niet? Ja, dit is het echte beest. Ja, Ramos of baby Desai. Nooit gebruikt. Ja, ik weet het ook niet hoor. Ik heb ook nooit met Desai gespeeld, man. Ik zie wel veel mensen met hem spelen. Ja, qua stats is hij beter dan Ramos, denk ik. Of ja, valt mee. Defending niet zo.
Maar ja. Matthäus vind ik te klein. Is wel een beest, maar. Ja, Ramos. Of deze hier. Uiteindelijk beter even doorsparen voor na dit weekend misschien. Blanke verdediger. Oh nee, jawel, dat kan wel. Ja, wat is die Campbell dan met die Sature? Hem vond ik wel echt chill, Campbell. €980. Ja, die kost 9 ton. Dik 9 ton. €950.000. Moet ik een tonnetje hebben? Die heb ik niet. Die Campbell vond ik wel echt een machine, ja. Die kan ik niet halen. Nee, dit gaat niet, nee. Nee. We zouden met Casillas moeten gaan keepen, maar dat lijkt me niet zo'n goed idee. Nee, dat ga ik absoluut niet doen. Die vent was niet zo goed. Boah. Ja, is goed man, even down later hoor. Ja, maar Courtois voor de Gea bespaar ik geen ton op, toch? Wat? Voor 110 gekocht is nou 147 of wat? En wat kost Courtois dan? Is hij onder de 47k of wat? Nee. Oh. Ja. Die kan ik wel pakken als ik wat uit de club verkoop. En dan kan ik dus ook Prime Campbell neerzetten. Boah. En wat kost Neuer? Maar die link niet. Oh jawel, als ik Campbell haal wel natuurlijk. Boah ja, dan word ik wel. Die Campbell was wel een beest voor eventjes. Gewoon weer eens wat anders proberen. Ja. Het is ook duur of wat? Ik dacht dat het maar 40k was. Ja, maar ja, Courtois of Neuer, wie is beter? Acacias ga ik sowieso niet gebruiken, die gas was echt slecht. Ja of niet, hè, die Neuer? Ik pakte hem ook, was hij op 40k of zo, what the fuck. Typisch weer. De keeper, Courtois. Ja, Courtois weet ik dat hij in ieder geval wel altijd vergeleken wordt met de Gea. Dus die, en ik zag ook Dani en zo gebruiken op dat WK. Ja, niet dat dat iets zegt, maar dat zegt ja, toch wel iets. In de zin van dat hij niet heel slecht kan zijn als je in de halve finale van de WK met hem staat. Dus we kunnen hem wel eens proberen, denk ik. Kijk wat die flap er al waard is. Ik zal dan nog het een en ander moeten gaan verkopen in mijn club, maar dat moet te doen zijn, ja. Het voordeel is ook, we kunnen daar iedere keeper neerzetten, hè. 147 gaat hij weg de keer. 148 zet ik hem erop. Ja, die rode de Gea had ik graag gehad, man. Had ik die nou maar, ja. Poh. Die zou ik nou heel goed kunnen gebruiken. Maar die Campbell, dat is wel een spelertje voor mij, man. Gewoon vol erop meteen, man. Toen top 100 mee gepakt, ook met die lone player. Zeker. Kijk of we die gauw kunnen kopen. Maar precies een miljoen. Precies een miljoen, ja. 89. Die 9,49 stond er ook op net, hè.
Ja, die is er nog. Gauw pakken, want die is flink goedkoper dan de rest. Oh. Met een anker. Ik twijfel alleen of ik hem niet een shadow ga geven. Ja, daar heb je echt geluk mee gehad, die rode de Gea. Ja. Heerlijke pack. Yo, Captain Planets. Hebben we Saul Campbell nog erbij? Oh hoor. Het beest. Maar ik moet zo waar niet veel uit. En dan, ja, het maakt nog wel niet zo heel veel uit. Ze laten toch allemaal van alles vliegen. Maar als je ze goed bestuurt, dan kunnen ze allemaal wel wat. Alleen hij is klein hier, deze man. Alhoewel, 6-1, is best groot, hè. Toch lijkt hij altijd heel klein. Ja, Messi moet nog op full cam, inderdaad. Is die Handanovic goed of wat? Voor één weekendje te proberen. Ah, na dit weekend komt waarschijnlijk gewoon de Gea terug. ...1,85 of wat? Ja, is niet heel overdreven groot voor keeper, nee. Ik heb deze gasten nog allemaal, hè. Kijk hoeveel pagina's dat zijn. Dan weet ik ongeveer 300 per speler. Begint vanaf pagina 2, hè. Of zeg eens 400 per speler misschien. 1, 2... Nou, het zijn nog niet zoveel, nee. 7 pagina's. Keer 350. Hoeveel spelers staan op een pagina? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3000 per pagina. Nou, dat is 30k. Ja, dat zou ik Courtois kunnen kopen als ik die allemaal verkoop. Ja, Courtois kan ik waarschijnlijk wel halen. Ik denk dat dat wel het beste is. Maar dan moeten al die flapdrollen verkocht worden. Eredivisie zilveren spelers. Ja, volgens mij heb ik niks zilvers. Kunnen eens kijken. Eredivisie sowieso niet. Oh jawel, Koch. Eentje. 800 geboden. Die zou wel gaan voor 1200, denk ik. Hè, voor niveau. 1800 te koop zetten. Ja, precies. We kunnen wel nog het een en ander verkopen. Misschien zijn die anderen ook wel wat waard hier. Dus krijg je wel 600 voor of zo. Hè. Hij is toch belangrijk. Courtois weet ik wel dat hij acceptabel is in de goal in ieder geval. Zou ik ze gewoon allemaal listen ofzo? Uiteindelijk gaan ze toch wel weg, hè. Misschien heb ik nog wel meer Eredivisie spelers trouwens. Ik dacht dat de Italiaanse waren ook vaak duur, hè? Premier League. Calcio, ah ja precies, daar had ik ook zoiets van. Die zijn volgens mij wel die kosten wel wat, ja. Ah,
Wat hebben we nog? Italiaanse Serie A. Die Cesare. Dat is een dure volgens mij, hè. Geen Star, die kost duizenden munten. 6000. 5,9. Dat is een klapper, ja. Dat is een klapper, hoor. 5,5 ga ik hem erop zetten. Denk ik. Dat is een goeie. Vloem. Ja, die Eredivisie spelers moet ik toch nog wel hebben, zou je zeggen. Nauwelijks. Dat ik laatst een Eredivisie SBC had gemaakt voor die best, geloof ik. Wel in Nederland, misschien is het iets zwaar. Niet echt. Eigenlijk moet ik voor de grap gewoon iedereen listen en over een uurtje dus komen kijken weer. Ik denk dat dat het beste is. En iedereen listen. En over een uurtje eens kijken. In vorm Chesney. Ja, die schijnt ook goed te zijn, hè. Maar ja, Courtois is wel lekker groot. En die had ik net tegen me en die hield al zieke ballen eruit. Team of the group stage. Nanovic. Ah, ik kan ze wel allemaal gaan checken. Ik gooi ze gewoon erop en dan kijken of ze verkopen gewoon. En anders kwik ze Alex. Die van 5,5k was sowieso wel lekker. Ja, kom maar Jesse, ben je nou online of wat? Dan doen we nog één potje en dan kap ik daarna. Kunnen die kassiers nog eens een potje checken? Ja. Mooi hoor, ja, die vond ik zelf ook niet slecht toen ik hem had, nee. Is ook zo. Nee, mijn pakken zijn echt geen goede dagen. Maakt echt niet uit. Ik moet geluk hebben. Nou, dan gaan we een match zoeken. Wacht, yes. Even kijken of ik hier niet nog wat had staan. Ah, ik regel het morgen of zo voordat we weekend league beginnen. Toch hebben we 8k erbij. Kom maar, dan gaan we een potje vijven zoeken. Ja, 3 puntjes inderdaad. Die moeten we elkaar wel kunnen vinden, ja. Absoluut. Wacht, even gauw kijken of de kaarten goed staan. Messi is CF. Die moet CF nog kam krijgen. Die moet ik wel echt even hebben. Wacht, dan is natuurlijk wel de duurste die er is. Hè. Altijd als ik eentje nodig heb. Jongen. Ik ga ook even wat meer ervoor betalen, geen zin om daar uren mee bezig te zijn. Wat is ik, Wesley? Auwe, kom op, hé. Ongelooflijk, man. Ongelooflijk. 3400. Ik heb wel Ronaldinho nou gelukkig, ja. Dat is mooi. De rest staat goed, hè. Ik kan de CM nog even gaan pakken. 1900 of zo. Mooi. Ja, 93 keer, ja.
Sick. Dan. Ja, ik wil wel nog eventjes gauw een shadow kopen. Het enige wat ik nog hoef te doen en dan kunnen we beginnen. Oh, dat moet dus ook wel worden gesniped en zo. Ah, my god. Eén momentje, oh, dit kan wel even gaan duren. Oh, ik heb hem maar. Ja, we gaan zeker Casillas voor één potje. Futwis en witte IA, goeie. Probeer ik gewoon Casillas even. Of niet, Raf, dit is beter toch? Zeker, die Ronaldinho toch wel erbij, ja zeker. Apply consumable. Chemistry. Ik heb alleen nog geen jager op Ronaldinho, dus maar, dat is niet zo heel belangrijk. Heb ik wel nog een Braziliaanse coach. Oh. Even gaan kijken of een Braziliaanse coach. Ziet er nou uit van niet. Maar oh, jawel. En dan even Liga Santander maken voor Kondogbia en Messi. Goeie man, nu ben ik helemaal ready. Meteen door 10k uitgegeven, daar gaat de nieuwe keeper. Nee, ik heb genoeg in de club voor op zijn minst morgen een Neuer te halen. Dus dat komt wel goed. Misschien pak ik ook wel eens een Handanovic of zo, ik weet het niet. Misschien wel Casillas, of niet dan? Dat kan toch niet zo slecht zijn? Maar ja, die finesse shots zijn juist wel die dingen waar je een grote keeper voor nodig hebt. Ja, dat kan beter niet doen, Casillas. Ik denk dat ik daar spijt van krijg. Ja. Futwis en witte IA. Gaan we even zoeken. Ja, inderdaad. Het is jammer, want die finesse shots heb je gewoon echt een grotere keeper nodig, ben ik van overtuigd. Hij is echt te klein. Ik moet gewoon een grote keeper hebben die redelijk kan, zoals Laurie volgens mij, of vandaar nog iets. Ik vind mijn Laurie wel iets te slecht eigenlijk. Weer geen Futwis. Neuer misschien dan toch gewoon, hè? Ik weet het niet. Moet ik nog wat geld overhouden voor conditie te kunnen kopen. Ja, zeker is hij. Ja, nog die pijn hoor. Messi ook weer terug trouwens. Misschien Mané, Jesse. Ik weet niet. Jesse, ben jij ook het zoeken? Ja toch? Dat is hem denk ik, hè. Witte IA. Ja. Dat was hem toch? Jesse, ben jij dat nou of niet? Ik weet niet of dat een witte EA logo was. Geen zin om tegen iemand anders te spelen nou. Echt totaal geen zin in. Jawel toch, ouwe. Even afwachten. Oh ja, goeie. Echt geen zin om tegen zo'n verslaafde gaswet te gaan spelen die wat tijd raakt en zo. Is toch zo voor je de Gea. Godverdomme. Sick, sick, sick. Oh, je liep achter. Ach ja. Alright, de bank is benieuwd naar mijn nieuwe team. Ik moet wel even omgooien. Hier heb ik nog geen dinges voor.
Boah, ja, dit is beter. We zijn toch wel weer even wat aanpassen. Alexis rijdt ook niet zo goed, nee. Op YouTube of zo, toch? Stream terugkijken, maar ik had echt slechte rewards, man. Ze zijn echt kijken niet waard. Oh, die kunt ook weer als van beren. Godverdomme. Ja, ja, daar is hij weer, Ronaldinho. Hey, niet moeten teruggeven. Oei, oei, oei. Hacker camera base. Ik speel echt slecht vandaag. Zieke de Gea van hem, dat is het gewoon, man. Hij heeft die 93 de Gea. Ja, dat is een machine. Oh, die Campbell, die ramt ze erop, hè. Wat een tank. Oh. Wauw. Casillas heeft. Kijk, Casillas. Yo, hij is er zeker, man. Ciao. Waar was verdedigd, ja. Oei, oei, oei. Even wennen weer, dat zal het ook zijn. Pakt hij hem niet time op de een of andere manier. Ja, ik heb er wel zin in de weekend, man. Beter dan die rivals de hele dag. Is ook leuker.
Tenminste, weer een echte uitdaging. Eens kijken hoe ik ervoor sta met Ronaldinho weer terug. Het heeft me in ieder geval wel wat zin gegeven. Het gaat een beetje traag, moeilijk te dribbelen. Servers zijn wel lekker. Lekker, die Campbell bevalt me wel, hè. Dat is echt een spelertje voor mij, vol erop. Oeh, Casillas, lekker man. Ja, dit zijn rare ballen. Ballack speelt het slecht de laatste paar dat wedstrijd. Basis op de Gea gewoon gek. De Fiesta nou ook, het is gewoon prima die keeper. Het gaat zo langzaam, daarom krijgen we allebei maar van die rare halve kans. Spelers draaien zo traag. Ja, ik weet de Kondogbia links man, zeker. Hij speelt wel lekker, hij bevalt me wel tot nu toe, de Kondogbia. Duw de kant in, even lekker weg. Ja, gameplay is geen idee, het traag is maar wat. Niet normaal. Ja, ik zie dat jij er ook last van hebt. Wat scheelt dan weer? Wauw, het spel of wat? Goeie turn, goed om te weten. Dus die kan ook wel een beetje aanvallen, die kan ook weer. Campbell is een beest. Hoe dan? Zieke lag. Komt ook weer. Het schijnt niet door. Oh, lekker paasje van Ronaldinho. Het zal toch niet dat het Casillas in nul gaat houden. Hij vriest hem gewoon helemaal. Oeh, panna bij Campbell.
lekker die icons achter hem. Ja, hij geeft zijn visitekaartje af. Ja, maak hem al af. Casillas kunnen we ook nog niet veel van zeggen. Een paar goede reddingen al. Niks doorgelaten. Ah, maar die server is traag, man. Net voor de weekend league. Beloof voor veel goed. Komt ook weer met Ballack. Niet verkeerd. Oh, wow. Een uur geleden klikte ik daarop. My god. Het is gewoon onmogelijk om fatsoenlijk te mekken. Kijk ook hoe ik moet dekken en zo. Ja, dit is niet bespeelbaar. Het is echt onbespeelbaar. Jezus, mina. Het is echt heel traag. Niet echt lijk, maar gewoon een zieke delay. Maar Ronaldinho heb ik ook gewoon niks aan op die manier. Wat? Dat slaat echt alles dat. CPU blocks gepatcht. Yeah, right. Ronaldinho the goat. Ik kan het ook weer, ja. Doe dat gewoon niet om of wat. Oh, wow. Zoveel delay dat het zo traag allemaal is. What the fuck, man? Ik zie het een uur geleden aankomen. Oh, kijk nou, dit soort shit, man. Het is weer een hele andere game dan gisteren bijvoorbeeld. Anders spel gewoon te spelen. CPU blocks gepatcht alweer. Boah, die Campbell is wel echt niet normaal. Auwe. Waarom ik ooit over ben gestapt van een PlayStation, dat moet iemand me eens vertellen. GG, man. Kon gewoon niet afmaken met die lag.
Oh, Campbell was wel echt een goal tijdens de wedstrijd. What the fuck, man. Maar 7 schoten gehad. Eerste helft is minder, ja. Die servers zijn niet, dit is wat ik ook zei, daarom ben ik afgelopen weekend van 20-0 naar 20-3 gegaan. Puur daardoor, man. Omdat ik gewoon niks kon met mijn spelers. Ach ja, team speelde in ieder geval prima. Elke pauze komt 10 weer, ja, ik had het ook. Campbell en Kondogbia spelen goed daar. Ja, die Campbell was ik wel heel tevreden over. Oh. Ja, sowieso, het is een heerlijk team, maar het moet goed lopen, wil je ze goed kunnen gebruiken. 6-15 van 5-0, 1 op 15. Ja, dat zegt genoeg toch? Het is gewoon onbespeelbaar. En daardoor komen frustraties en daardoor ja, valt het balletje dan ook meestal nog verkeerd op. Zeggen dat Casillas het niet heel slecht deed, maar ik ga toch proberen om even een Courtois of een Neuer te fixen voor morgen. Ik ga ook even in de winkel lekker wat eten halen. Ja, ik weet, man. Dus ik ben er ook vandoor. Ik ga ook lekker wat eten en zo. Vooral naar de winkel. Bedankt voor allemaal. Morgen gaan we live met Weekend League. Redelijk op tijd. Uurtje of 1 ben ik live. Dus ja. Hopen dat we morgen een 30-nulletje kunnen neerzetten. Misschien maak ik wel alles af op vrijdag. Als de servers goed zijn, zal ik niet gaan stoppen. Dus we zien het wel. Jongens, fijne avond. Later.